U bent echt een crime voor werkgevers. Meneer van der Werf, waarom valt u mijn ploeg aan? Doe even rustig. Wat als je door toedoen van je eigen personeel alles kwijt dreigt te raken? Daar verdween geld uit de kas. Op een gegeven moment kluiscodes veranderd, alarmcodes veranderd. Dus de enige die het gedaan zouden kunnen hebben waren mijn collega of ik. De kinderboerderij is bijna failliet omdat u daar 20.000 euro pint heeft. En Opgelicht biedt een petitie aan in Den Haag. Bijna 40.000 mensen hebben deze petitie ondertekend. En namens al die mensen vragen wij u om fraude die veroorzaakt wordt door dit soort lieden aan te pakken. Plus Giel van der Werf, een doortrapte Friese projectontwikkelaar. Daar is wel geld verdwenen, want dat kan niet anders. We hebben meer betaald dan wat hier nu staat. Er is nu 3 miljoen in Perseba en al 8,5 ton. Help op, joh. Waarom valt u mijn ploeg aan? Doe even rustig. Ja, ik wil gewoon in de auto zitten. Dit is Opgelicht. Goedenavond. Ja, en er kan vanaf nu weer live gereageerd worden via social media. Je boekhoudster die er met 8 ton van jouw zuurverdiende geld vandoor gaat. Dat kan niet, zou je misschien denken. Dat moet opvallen. En toch gebeurt het. Ondernemer Rien, ooit de trotse eigenaar van een timmerfabriek, ondervond het aan den lijve. De rechter heeft gevraagd waarom ik geen brief gestuurd heb. De reden wist hij zelf heel goed. Ik weet niet of jij op de hoogte bent wat er gebeurt in het huis van bewaring. Deze brief ontving ondernemer Rien uit de gevangenis van zijn boekhoudster, waar ze een straf uitzat wegens verduistering. Van zijn bedrijfskapitaal wel te verstaan. Zij verduisterde het geld door het geld over te boeken naar rekeningnummers die zij had, met de naam van mijn leveranciers erboven. Dus als ik op mijn afschriften keek, zag ik alleen maar mijn leveranciers. Maar ja, ik ging die nummers niet controleren. En vandaar dat mij daar nooit is opgevallen. De vertrouwensband was ook heel groot. Want zij deed de inboekingen en ze deed de betalingen. En zij had mijn wachtwoord en alles, de pincode, om alles te doen wat gedaan moest worden. De vertrouwensband die Rien met zijn boekhoudster had, bleek onterecht. Weet hij nu. We waren en zijn een goed bedrijf. We hadden ook een goede omzet, maar er bleef geen dubbeltje over. In eerste instantie dacht ik dat het een beetje lag aan de kosten, dat we naar een ander pand zijn gegaan. En ja, een groter pand, meer licht, meer, van alles een beetje meer. En in het begin dacht ik dat daar de kosten eigenlijk in weg gingen. Maar ja, goed, het is gebleken dat het toch niet de hoofdmoot was later. Er komt een nieuwe accountant om de boekhouding door te lichten. Toen was hij weg en toen zei ik tegen hem, wat vind je ervan? Hij zei, nou, ik zie hem niet graag. Ik moet hem niet zo. Ik zeg, ja, nou, dat kan, maar het verhaal voor mij klonk goed. De accountant stelt voor alle boekingen van 1 jaar opnieuw te controleren. Ja, weet je hoeveel dat werk is? Nou ja, dat wist ik wel, want het waren 1700 in- en verkoopfacturen. En toen zei hij, nou, ik zet al wel een meisje op een dag of 3 en dan is dat wel voor mekaar. Zij zou in die tussentijd ook zorgen dat de vaste lasten kosten allemaal op een rijtje kwamen. En dan zouden we weer een afspraak maken om de cijfers van haar en van het meisje, wat zij had gedaan, om dat in elkaar te schuiven. En toen bleek zij dat ze bijvoorbeeld een aantal van de lonen en een hoop kosten niet mee had genomen. Daardoor kwam er een heel goed resultaat uit. En toen zei je, maar ik zie wel meer. Hij zei, ik denk dat het niet goed zit. Oh. De accountant ontdekt ook dat er rekeningen zijn voldaan zonder factuur. Toen heb ik dat bedrijf gebeld. Ik heb gezegd, luister, ik heb aan jullie een bedrag betaald. Maar ik heb geen factuur, hoe komen jullie daaraan? En toen zei hij, nou, wij hebben dat bedrag niet ontvangen. Ik zeg, ja, maar wacht even, hier staat toch jullie naam en ook een bedrag? Hij zei, ja, maar dat hebben wij niet ontvangen. Ik zei, hoeveel rekeningnummers hebben jullie dan? 1. En dat is, nou, hij noemde het rekeningnummer op. En dat klopte niet. Nou, en toen, ja, toen begon het wel een beetje te dagen van dat klopte niet. En toen, eerder het een uur verder was, ja, toen kwam het een en ander toch wel systematisch boven water.
En de eerste week, toen kwam er ongeveer 560.000 euro boven water, waar niet te traceren was. Kunt u zich nog herinneren het moment dat u zich realiseerde, dit klopt gewoon echt heel erg niet? Ja, dat was... Wacht. Ja, dat was heel erg confronterend. Dat was eigenlijk niet te bevatten. Het was gewoon niet te bevatten, zo'n bedrag dat er weg was waar ik nooit geen weet van heb gehad. En dat heeft wel geduurd. Ik was ontzettend kwaad natuurlijk. Ik had me allerlei doemscenario's voorgenomen van ik slacht er tot en met. Maar dit kon niet. Dit kon niet. In het begin was het misschien maar een 20.000 euro per jaar. En zo liep dat op. En de laatste jaren was het ongeveer een 100 tot 120.000 euro. Per jaar. En hoeveel is FJ totaal van u weggenomen? 780.000 euro. In een tijdsbestek van 8, 9 jaar? Van ongeveer 8 jaar. De boekhoudster wordt door de rechter veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 8 voorwaardelijk en het terugbetalen van het bedrag. Zij moest mij 6 ton terugbetalen. Dat werd gerekend door het justitieel incassobureau. Die moeten dat geld innen voor mij. Nou, daar kwam niks voor terug. Daar heb ik eens een keer over geschreven. En toen zeggen ze dat ze een vervangende hechtenis had gehad van, ik geloof, 3 maanden. Maar dat er niks te halen was en ze konden ze niet eeuwig vasthouden. Je kunt nergens zoveel geld mee verdienen als mee misdaad. En het blijkt. 780.000 euro in een paar jaar tijd en 1,5 jaar zitten. Nou, ik zou op deze leeftijd niet. Ik zou er bijna voor tekenen. De spijtbetuiging van de frauduleuze boekhoudster maakt dan ook geen enkele indruk. Ik heb daar een nierprobleem gekregen door de nalatigheid van 1 arts. Mijn nieren zijn op gang gebracht, maar nu begint alles weer opnieuw. Ik ben op zoek naar een donornier. Ik zou zeggen, niet gunnen. Ik hoop nog een keer met jou op normaal niveau te kunnen praten. Nou, ik moet zeggen, daar heb ik geen behoefte aan. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Rien is ook hier in de studio. Ja, een enorm bedrag. Ja. Ik kan me voorstellen dat je er flink van ondersteboven bent. Ja. Hoe gaat het nu? Oh, het gaat redelijk goed. Ik ben altijd doorgegaan, want goed, bewezen was dat ik een goed bedrijf was. Alleen de crisis die sloeg toe en toen was het een beetje heftiger om daar nog iets mee van goed te maken. Van al dat geld. Maar goed. Wat is nou het ergste van de hele zaak voor je? Het ergste is het vertrouwen in de mens. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wel het ergste. Dat zo geschaad wordt. En ook dat je als ondernemer zomaar geconfronteerd kunt worden met zo'n zaak. Het kan bij iedereen zomaar gebeuren. En dan door je eigen werknemster. In dit was het een freelance boekhoudster. Dus niet mijn eigen personeel, maar een freelance boekhoudster. Maar die heel lang voor je gewerkt heeft. Die heeft maar 8 jaar gewerkt voor mij. Zij was het. Wij waren ongebeld natuurlijk om commentaar te vragen. En dan ontkent ze zelfs dat zij degene is om wie het gaat. Ja, dat past in haar straatje. Ja. Ik hoop dat er op een of andere manier toch een deel van het geld terug gaat komen. Ik ben bang van niet. Ik wens je heel veel sterkte. Okay, dank. Dank u. Een ander voorbeeld van fraude door een werknemer, dat betreft Erik Jaarsma of ook wel Erik Groetelaars, want zo noemt hij zichzelf meestal. Nadat hij al verschillende bedrijven heeft benadeeld, weet hij zelfs een kinderboerderij op de rand van de afgrond te brengen. Op Blaze wordt nu iedere middag gereden om op die manier wat extra geld binnen te halen. Dus Blaze heeft er nog wel een beetje voordeel bij, dat is enige. Nou ja, misschien inderdaad wel. Ja. Heel veel aandacht. Ja. Maar ook werken voor de kost. Erik Groetelaars is vanaf mei dit jaar voorzitter van het bestuur van kinderboerderij en speeltuin Buitenleven. Omdat het hele bestuur nieuw is, controleert de penningmeester de boeken. En die kwam toen allemaal bedragen tegen waar geen facturen bij waren. Nou, dat waren dus allemaal opnames die gedaan waren door Erik. Waar goederen voor geleverd zouden worden. En hoe had hij dat dan gedaan? Had hij beschikking tot een... Pasje. Pasje van de voorzitter. Pasje van de beheerder. Zo van, oh, maar ik moet even dit halen.
Erik werkt ook voor Bilot, een bedrijf dat fitnessapparatuur verkoopt. Hij komt praten als brugman en we hebben ook ondernemersdagen, die organiseren we. Ik zeg, nou Erik, dat is iets voor jou, je kunt goed praten. En alle ondernemers, onze klanten die hier zaten, die zeiden van zo, dan heb je een goeie in huis. En dat dachten wij ook. Want wat moest hij doen? Hij moest verkopen? Hij zou het bedrijf over gaan nemen om op te maken. Hij was 2 maanden in dienst en toen zei hij tegen mij, joh, zou het niet wat zijn, hè, jij als technische man, ik als verkopende man, om dat samen te doen? Ik zei, nou, dat zou op zich best wel wat kunnen zijn. Laten we eens kijken wat we kunnen doen. En op een gegeven moment zei Erik, ja, nou weet je, we gaan het anders doen. Als we nou eens gewoon meteen een BV opstarten, dan is het in ieder geval goed duidelijk voor iedereen dat we dat samen gaan doen en weet ik wat. Maar dan moet ik wel wat geld hebben. Daar verdween geld uit de kluis. En die meiden die hier werkten, die wezen naar elkaar. Want als ik het niet heb, heb jij het. En die andere dacht, ik heb het niet, heb jij het. Dus dat gaf een heel onplezierig gevoel om zo met elkaar te moeten werken. Dus daar ontstond ook best wel een vervelende situatie tussen de werknemers. Ik moet de helft van de kosten, en dat is €3500 is het in totaal. Dus als jij voor €1750 overboekt, dan ben ik wel, dan kunnen we dat samen doen. En dan maak ik dat jij dat je de afschriften en zo krijgt daarvan. Ik zei, nou, oké. Okay. Dus ik heb geld overgemaakt. Hoi. Goedemiddag. Helemaal alleen vandaag? De kleine komt er nog. Oh, dat is €2 alsjeblieft. Ik werkte hier al 2 jaar. Toen op een gegeven moment geld begon te verdwijnen. Nou, het eerste wat je natuurlijk denkt is, dat moet gepakt zijn door iemand. Maar goed, je houdt nog vertrouwen. En op een gegeven moment kluiscodes veranderd, alarmcodes veranderd. Dus de enige die het gedaan zouden kunnen hebben waren mijn collega of ik. Want we waren de enige die in de kluis konden en natuurlijk bestuur. Maar je gaat er niet vanuit dat bestuur zoiets doet. Wat heeft hij dan allemaal voor spullen zogenaamd gekocht die we nooit gezien hebben? 2 keer een camerasysteem, een keertje een kluis. We hebben in het begin van het jaar altijd een kinderfestijn. Daar heeft hij ook heel veel voor gepind. Maar we niets voor terug hebben gezien, geen facturen. Toen was er opeens eentje, dat was een behoorlijke. Dat was voor het bestrijden van de boktor en houtworm in een speeltoestel. En daar heeft hij behoorlijk wat geld voor gepint. En toen heb ik het bedrijf gebeld. Wat is behoorlijk wat geld? €5500. Nou, die man weet nergens van. Toen hebben we Erik daarmee geconfronteerd. En hij is heel goed in hele mooie praatjes. En dus ja, ik wil nu gewoon facturen zien. Op een vrijdag had er een klant €800 aan hem contant betaald voor het weekend. En na 1,5-2 weken kwamen we erachter, want die pakbon die was getekend, was geleverd en was betaald. Erik was zijn geld. Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Dat ligt bij mij thuis in de kast bij het spaargeld van de kinderen. Dat blijkt achteraf helemaal nooit zo te zijn geweest, maar ja, dat brengt dan straks gelijk mee of morgen brengt dat mee en dat deed hij ook. Achteraf bleek dat hij vlug moest gaan pinnen. We hebben hem gesommeerd om het terug te betalen. En ondertussen hebben we aangifte gedaan. Voor hoeveel in totaal is die? Bijna €19.000. Bijna €19.000? Ja. Dat is een hoop geld. Er zat een slok geld aan te komen van een klant. €23.000. Hij zei van, ja, G en Joost zitten al lang op dat geld te wachten. Boek het maar snel op mijn rekening. Dan zorg ik dat het geld snel bij Joost en G is. En dan zijn zij ook tevreden. Hij heeft toen in een app beantwoord dat hij nog dat hij zou zorgen, zoals beloofd met Jules, met de penningmeester, dat het allemaal in orde zou komen. En dat is het laatste wat we hem gehoord hebben. Erik zelf beweert tegenover Opgelicht dat de €23.000 van Bilot een bonus zou zijn geweest. Een bonus doet, ik weet niet waar hij vandaan haalt, dan schudt hij uit zijn mouw. Een bonus doet niemand binnen het bedrijf vergaderen, weet iets van een bonus van hem, staat contractueel niks vastgelegd. Ik weet van niks, mijn collega weet van niks. En hij verzint zoiets. En dan denk ik van ja, het zal wel. Het bedrijf zal ook wel iets niet goed hebben gedaan. Hij heeft mij diverse keren boos opgebeld. Zij was op een gegeven moment ook zo boos dat hij zijn sleutel zou inleveren. En toen op een gegeven moment zei ik, nou Erik, dan moet je dat maar doen. In mei voel je dan dat er iets niet goed zit. En dan zit je met nekharen die recht overeind gaan en kriebels in je buik. Het zijn geen feiten, dan kan ik niet meer naar het politiebureau gaan. Eerst aangifte gedaan. Toen is hij in die tussentijd, dat wij op het politiebureau zaten, heeft hij €3000 cash, had hij ergens liggen nog, is hij gaan brengen naar mijn collega thuis. Als zijn een deelbetaling van die mensen, van die erfenis. Het is een ingewikkeld verhaal.
heeft hij cash afgegeven daar en toen is hij terug naar de zaak gegaan en zat hij hierboven. Ik heb het niet gedaan, mijn collega heeft het niet gedaan en er is heel veel geld verdwenen op zijn konto, dus eigenlijk is 112, ja. Ik mag het niet zo zeggen, maar ja, wie anders? En hij ziet ons allebei binnenkomen, zit met de laptop voor zijn neus. Twee cardreaders van twee verschillende banken voor zijn neus met de pasjes. Van hem privé en van zijn zakenrekening. En op het scherm een waslijst van schulden die hij op 20, 30 plekken had. En ik zeg, jij weet waarvoor wij komen. Ja, zegt hij, dat weet ik. Had wel rode wangen, maar verder geen enkele mededogen met ons, whatever. Sinds dat hij hier weg is, heb ik nooit meer er iets van gehoord, maar ik ben wel mijn geld kwijt. Ja, zegt hij, het geld is allemaal weg. Ik heb net, kijk maar, ik heb net alles overgeboekt naar verschillende schuldeisers. Als niks gebeurt, dan zijn we failliet. En dat willen we te alle tijden voorkomen. Het mag natuurlijk nooit gebeuren dat zo'n gebied en zo'n, waar zoveel mensen en kinderen vooral natuurlijk gebruik van maken, dat dat verloren gaat. Ja, de hoogste tijd voor een gesprek met Erik Groetelaars. Aan de telefoon wil hij ons geen verdere mededelingen doen. En dus zoeken we hem op. Ik moest van me opgelicht. Want ik wilde eigenlijk even vragen hoe het zat met de kinderboerderij, hoe het zat met, Bilot, al dat soort mensen. Heb je al gesproken? Ja, ja. We hebben elkaar aan de telefoon gehad. En volgens mij had ik gezegd dat ik niet op camera wilde. Nee, maar ja, we vinden het toch belangrijk genoeg om de mensen te waarschuwen. Ja. Zodat we toch langs zijn gekomen. Nee, maar dat, ik heb met mijn advocaat gesproken dat we daar niks mee doen. Ik wilde, ja, maar ja, goed. Een kinderboerderij, 20.000 euro. Ja, ik heb daar niks gedaan. Jij hebt daar 20.000 euro gepind bijna, geen facturen overlegd. Ik heb helemaal niks gedaan. Er worden daar heel veel zwarte betalingen gedaan. Bilot heb ik je gisteren uitgelegd. Ja, ja, over een bonus. Nou, ik had dat nagevraagd. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat zou ik ook zeggen. Nee, en werd ook mij ook verteld dat u dit zou zeggen, dat u het gewoon zo uit uw duim zuigt. Ja, dat klopt, omdat het de waarheid is. Nee, als je het uit je duim zuigt, dan is het niet de waarheid. Ja, maar ik denk dat jullie niet eens weten wat voor mensen daar bij Bilot zitten. U bent een paar keer op staande voet ontslagen. U bent echt een crime voor werkgevers. Nee. Hoe kan dat? Maar leeft u op de grote voet? Of wat is nou het verhaal? Nee, hoe zit het nou? Bij Bilot is het zo geweest dat ik in een hele zware periode ben gekomen. Dat heb ik gisteren uitgelegd. Ja, maar dan ga je toch niet geld van je werkgever op jouw rekening storten? Ja, op het moment dat ik recht heb op een bonus, ja. We hebben geen recht op een bonus. Nee, maar goed, dat is wat zij een zeggen. Een klant die u op uw rekening heeft laten storten. Bonussen die waren maar beloofd en die zijn verder niet uitbetaald. En u bent er ook voor veroordeeld. Dat klopt, en daar doe ik ook boete voor. Dus dan voor. Dan is toch niet maar waar. Maar dat doe ik toch boete bonus. Voor. Ik heb ze gezegd dat het een bonus is. Ja, u ik heeft ook bedacht gelijk dat het een bonus nee. is. Nee hoor. Maar dat staat ook gewoon zwart op wit. Dat staat helemaal nergens zwart op wit. Nee, maar dat zijn de stukken die u heeft. Kunt u mij dat laten zien dan? Dat zijn dingen die met mijn advocaat zijn besproken. En ik heb u ook verteld dat ik daar niet op ga reageren. Kunt u mij laten zien dat u een bonus kreeg? Er staat in de contract, er staat gewoon dat er recht is op bonus. Dus ik ga nu lekker boodschappjes halen. En dan, net zoals gisteren besproken en vandaag besproken aan de telefoon. Ja, maar vertelt u mij nou eens over die kinderboerderij. Die kinderboerderij heb ik niks gedaan. In het verleden zijn er heel veel zwarte betalingen geweest. Er zijn gewoon mensen die zwart worden betaald om de kosten laag te houden. Ik heb daar niks gedaan. Er is daar één grote familiefete. Ik heb daar helemaal niks mee te maken. Maar de kinderboerderij is bijna failliet omdat u daar 20.000 euro gepind heeft. En geen factuur heeft kunnen overleggen. Maar ik ga lekker fietsen en ik laat het hierbij. Maar dat zegt iets over de manier waarop u omgaat met de waarheid. Tja, Joost, hij blijft maar zeggen dat hij een bonus zou krijgen. Ja, ik hoor het ook en ik heb het straks ook al in de voorstukjes gehoord. En hij is veroordeeld tot 117 dagen zitten. En ik weet niet of dat inmiddels al in gang gezet is, maar je wordt niet zomaar veroordeeld in Nederland. Het duurt echt heel lang. Maar zijn spel gaat maar door. Jolanda, hoe is het nou met de kinderboerderij? Nou, gelukkig heel goed. Faillissementen hebben we kunnen voorkomen. Dankzij een crowdfundingsproject, dankzij enthousiaste ondernemers in Houten en ook de gemeente. Maar dat hebben jullie allemaal moeten doen om het toch te kunnen redden, blijkbaar. Absoluut. Aan tafel Martijn van der Beek van Hofman Bedrijfsrecherche. Wat voor mensen, met wat voor motief doen die werknemers dat nou als ze dit soort bedrijfsfraude plegen?
Ja, het motief is vaak geldelijk gewin. Je ziet het in het filmpje ook. Iemand met veel schulden die eigenlijk met de ene schuld het ene probleem het andere probleem oplost. En uiteindelijk loop je daarop vast. Dus wij zeggen altijd, fraude kent drie kenmerken. Eén is gelegenheid. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Het kan gewoon en mensen doen het daarom. Mensen merken, ik maak een foutje met een overboeking. Niemand merkt het. Zo makkelijk gaat het dus. Er is geen controle. Als je dan een motief hebt en de binding met het bedrijf is ook minder. Nou, die combinatie, ja, dat maakt dat fraude gewoon veel voorkomt. En wat voor vormen van bedrijfsfraude komen jullie het meeste tegen? Ja, wat voor vormen komen het meeste tegen? De meeste vormen zijn gewoon diefstallen. Diefstallen, valse facturen, voorbeelden te over. Een heel schrijnend voorbeeld wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt is een verzorgingscentrum waar overleden patiënten, waarvan de rekening beheerd werd door de verzorgers. En op het moment dat de patiënten overleden waren, men wachtte een tijdje, stuurde daarna een berichtje als waarheid van de familie met het verzoek om het geld wat nog op de rekening stond op de volgende rekening van een familielid over te maken. Nou, uiteindelijk komt het uit, want op een gegeven moment trekt er iemand aan de bel. Ja. Maar het feit dat je dat soort dingen doet... Ja, dat is niet te geloven inderdaad. Ja, dat zijn de meest extreme vormen van bedrijfsoplichting die jullie zien? Nou, dat zijn wel voorbeelden van hele extreme gevolgen. Wat kunnen werkgevers nou het beste doen? Heb je tips? Nou, kijk, wat werkgevers het beste kunnen doen is uiteindelijk de gelegenheid. De gelegenheid is iets... Niet bieden. De gelegenheid zien te voorkomen. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen bedrijf kijk, ik kan zelf niet een overboeking doen. Ik kan wel een overboeking accorderen. Waardoor er altijd twee personen naar een overboeking kijken. Het is de boekhouding die hem inboekt en ik accordeer ze. En ik controleer dan ook of er een onderliggend stuk ligt. Maar dan nog, als er een valse factuur onder zit. Dus het gaat er ook om, zorg dat je goed in verbinding bent met je mensen. Weet wat er speelt. Zorg dat mensen graag bij je werken. Als wat goed is voor het bedrijf ook goed is voor de werknemers. Dan heb je een tevreden werknemer. Dan is de drempel hoger om dit soort dingen te doen. Ja. Maar dan nog, op het moment dat je mensen goed kent en je weet dat ze in financiële problemen zitten, gaat het gesprek aan. En kijk wat er aan de hand is. Je hebt vast nog meer tips. Kom ik zo op. Want ik kan me voorstellen dat u thuis met andere individuele vragen zit. En daarom is er na de uitzending een livestream met Martin van der Beek via onze Facebookpagina. En als je dus vragen hebt, stuur ze dan alvast op via Twitter of Facebook. Of ga naar opgelicht.nl. Hi, bent u Niels? Ik ben van Opgelicht. Directeur Niels S. van Merlijn Budgetbeheer is door de rechter veroordeeld voor verduistering. Met zijn budgetbeheerbureau haalde hij klanten over een nieuwe rekening te openen en de toegangscode aan hem te geven. Zo ontving hij hun loon, maar hun schulden betaalde hij niet af. Als dan iemand je komt helpen en je vertrouwt diegene en je hoort dan dat diegene gewoon een mooie dure auto zo rijdt. En jij bent elke dag heen en weer aan het rennen van je ene werk naar je andere werk. Niels S. kreeg een gevangenisstraf van 4 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk. En naast die gevangenisstraf mag Niels zich 5 jaar lang niet bezighouden met budgetbeheer of schuldhulpsanering. In de zaak van de Amsterdamse bankpasbende heeft de politie een nieuwe aanhouding verricht. De bende liet met valse e-mails mensen hun pincode afgeven en hun bankpasje opsturen naar verschillende woonadressen. En daar stonden ze vervolgens de posten en de pinpassen uit de brievenbus te vissen. Wij betrapten een van hen met onze observatiecamera. Een meisje met een grijze capuchon. En met de ontfutselde bankpassen pinden zij 1000 euro's. In alle vroegte gaan 2 rechercheurs van het cybercrime-team Noord-Holland naar het ouderlijk huis van het meisje met de grijze hoodie. Goedemorgen meneer, politie. Goedemorgen. Ik zou graag binnen willen komen in verband met uw dochter... Maar het meisje is niet thuis. Haar vader weet dat ze op het verkeerde pad is. Ja, ik weet dat ze verkeerde dingen doet. We gaan even bellen. Met Marco van de politie. Zou je me even terug kunnen bellen? Even later belt het hoodie-meisje dat ze zichzelf aangeeft en naar het station Rij komt. Daar houden de rechercheurs haar aan. Wij zijn van de politie. Bij deze ben je aangehouden. Ja. Na verhoor is het meisje weer naar huis gestuurd. Ze zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden. Tot slot kunnen we melden dat de boomlange kozijnenman Rob W., over wie wij op 3 mei dit jaar berichten, opnieuw failliet is. Hij komt er nu aan. Volgens mij bent u Rob... Ja. Afgetros opgelicht. Rob W. is jarenlang actief in de bouwwereld en profileert zich de laatste jaren als tussenpersoon in de kozijnenindustrie.
op het eerste gezicht een echte heer. Maar zijn werkwijze blijkt allesbehalve chic. Ja, meneer, dat is één grote fantast. Hij komt echt met walgelijke leugens. Een vieze huichelaar is het gewoon. Die man heeft ons echt kapot gemaakt. In principe zo'n man die moet gewoon van de werkvloer af, die moet weg. Die speelt met een ander zijn geld. Klussen waarvoor een aanbetaling is gedaan, worden niet afgemaakt. En ingehuurde ZZP'ers krijgen geen cent, terwijl Rob W. door de opdrachtgever zelf wel betaald wordt. Waarom betaalt u niet door? Omdat de bedragen bij andere opdrachten gebruikt zijn. De schade is de afgelopen jaren opgelopen tot 250.000 euro. De curator heeft de zaak momenteel in onderzoek. Giel van der Werf, hi. Ja, ik ben van Opgelicht. Ja. Wij proberen al heel lang met u te spreken en dat willen we nu eens even doen. Meneer van der Werf, waarom valt u mijn ploeg aan? Doe even rustig. Ja, ik wil gewoon in de auto zitten. Ja, dat zie je dus straks. Maar eerst, naar schatting vindt er jaarlijks voor 60 miljoen euro aan fraude plaats, waarbij het ontbreken van naam-nummercontrole door de banken een grote rol speelt. Tienduizenden mensen tekenden een speciale opgelicht petitie. En wij boden hem aan bij de Tweede Kamer. Hier heb ik ze, de petities. Geachte voorzitter, geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Het is een groot genoegen dat ik namens Avalotros Opgelicht deze petitie aan u mag overhandigen. De petitie en wij als Opgelicht pleiten voor de invoering van naam-bankrekeningnummercontrole door de banken. Dat betekent dat we heel graag zouden zien dat banken weer gaan kijken of een naam ook correspondeert met het rekeningnummer wat daarbij staat als je geld overmaakt. Wij niet alleen. 39.500 Nederlanders vinden dat noodzakelijk en hebben de online petitie getekend. Iedere week ontvangt Opgelicht tientallen klachten van mensen die gedupeerd zijn door gebrek aan naam-nummercontrole. Ik heb het geld overgemaakt en een dag later ben ik geblokkeerd op WhatsApp. Ik krijg geen berichtjes meer en toen wist ik eigenlijk al gelijk dat het foute boel was. Het ING kon alleen aangeven dat het rekeningnummer wat ik had doorgekregen niet matchte met de naam die ik had doorgekregen. En verder konden ze geen NAW-gegevens of een naam doorgeven van de rekeninghouder zelf. Niet alleen mensen die de dupe zijn van aan- en verkoopfraude hebben last van het gebrek aan controle. Denk ook aan identiteitsfraude, voorschotfraude en factuurfraude. Factuurfraude is al jaren een groot probleem. Je krijgt een factuur waarvan je weet dat je deze inderdaad nog moet betalen. Hij ziet er ook bijna hetzelfde uit als het origineel. Op één belangrijk verschil na. Dit rekeningnummer is voor iemand anders. Ons lijkt het een goede zaak als die controle er komt. Want wij zien gewoon dat er veel meer slachtoffers zijn dan wellicht nodig. In de top 5 meldingen van de Fraude Helpdesk speelt bij maar liefst 4 van de 5 soorten fraude gebrek aan naam-nummercontrole een rol. Totale schade 550.000 euro per maand. De werkelijke schade zal nog vele malen hoger zijn. Ook de Consumentenbond strijdt al heel lang voor een betere controle door banken en meer hulp als het misgaat bij overboekingen. Met andere woorden, veel mensen staan erachter. Wat zeggen de banken nou? De banken zeggen, ja, maar dat kost ons te veel geld. Dat is maar de vraag. De waarheid is dat het nooit daadwerkelijk onderzocht is wat het zou kosten door de banken. Dus het is op dit moment nog alleen maar een losse flodder dat ze dat noemen. Bijna 40.000 mensen hebben deze petitie ondertekend. En namens al die mensen vragen wij u om u in te spannen, om u in te zetten, om fraude die veroorzaakt wordt door dit soort lieden op deze manier, om die fraude aan te pakken. Dank u wel. En ik wil hierbij alle bijna 40.000 exemplaren aan de voorzitter en meneer Duisman gaan u overhandigen. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik hoop dat u wat mee gaat doen. Ik hoop dat u zich in gaat spannen om die naamnummercontrole voor elkaar te krijgen. Ja, nou, laat ik om te beginnen zeggen dat, dank voor uw initiatief. 40.000 handtekeningen, dat komt niet vaak voor op een petitie. Dus dat is een heel groot getal. Ik kan ook uit eigen ervaring zeggen, dit weekend nog, dat ik inderdaad ook een factuur overmaakte, of geld overmaakte. Ja? En dat ik ook dacht van, hé, hoe zit dat? Een hele vreemde IBAN-code. Nou, wat doen wij hiermee als Kamer, als politiek? Dit wordt serieus genomen, dit dienen wij in, dat wordt behandeld hier in de Kamer, in wat dan heet de procedurevergadering. En dan wordt verder bekeken hoe er omgegaan kan worden met deze petitie en tot wat voor voorstellen dit mogelijkerwijs zou kunnen leiden. Dank u zeer. Dank u wel.
De commissie heeft woord gehouden. Minister Dijsselbloem van Financiën is aangesproken en hij moet binnen afzienbare tijd een reactie geven. Blijf op de hoogte van de meest actuele oplichtingspraktijken met de Opgelicht app. Van malafide webshops tot babbeltrucs, van phishingmails tot spookfacturen. Abonneer je op één of meerdere categorieën en krijg direct een melding zodra wij een alert plaatsen. De Opgelicht app. Download hem nu. De 42-jarige Giel van der Werf presenteert zich als succesvol projectontwikkelaar. Hij heeft een scala aan bv's zoals Pro-C, woonplan en bouwplan. Maar veel van zijn klanten vinden dat hij zijn bv's beter rampenplan kan noemen. Giel van der Werf is een gemoedelijke Fries. Hij speelt in een bandje, woont al jarenlang in hetzelfde dorp en werkt na zijn studie bouwkunde 8 jaar als projectleider bij verschillende bouwbedrijven. Tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar dan besluit hij om in 2006 bouwbedrijf Pro-C uit de gemeente Soumar over te nemen. Het bedrijf groeit al snel van 6 naar 35 werknemers. Giel blijkt een uitstekende verkoper. Hij heeft ook altijd een glimlach op het gezicht. Ja, hij wint me al vrij snel vertrouwen. Deze muur is nou wit, maar dat hij zegt, jongens, die muur is zwart. Dan met een minuut of 10 geloof je ook, ja, hij zal ook wel zwart zijn. Jaap Veenstra heeft een mediabedrijf dat promotie- en bedrijfsvideo's maakt. Giel bestelt een bedrijfsfilm bij hem. Ze deden in renovatie, in verbouw, maar ook in nieuwbouw. En van al die afdelingen wou hij dus beeldmateriaal hebben dat hij dan mensen, aspirant klanten, kon toesturen. Dus dat was de filosofie erachter. Er zat inderdaad een kostenplaat bij en tot dat moment is er dus helaas nooit wat betaald vanaf 2009, wat zal het zijn. Exclusief BTW was het 7440 euro. Pro-C timmert aan de weg. Maar lang niet alle projecten verlopen vlekkeloos. In dit zakenblad vertelt Van der Werf trots dat hij de opdracht heeft om een vakantiepark aan het Lauwersmeer te bouwen. Er moeten 175 vakantievilla's komen. De opdrachtgever van dit villapark ziet met leden ogen aan hoe Pro-C met het bouwproces omgaat. Doordat ik er zelf dagelijks was en zelf uit de bouwwereld kom, is die bouw goed verlopen, anders had het niet goed gekomen. Het is personeel niet betaald en zo. En als we toen ook een vroeger en een metselaarsbaas, had ik al standaard brieven in mijn zak. En eerst wou Giel van der Werf niet tekenen, dat ik in ieder geval correct iedereen betaald had. Uiteindelijk worden er geen 175, maar 15 vakantiehuisjes en een hoofdgebouw neergezet. Ik heb mij zo aan geërgerd. Het hoofdgebouw leverde wij op. En ik wist dat die jongens nog allemaal, ik weet niet hoeveel geld kregen. Maar meneer Van der Werf komt gewoon voorrijden in een nieuwe cabrio. En hij loopt door het hoofdgebouw en hij stapt in zijn auto. Hij rijdt zo weer de bouw af en hij gaat zo weer weg. Nog ineens even met zijn personeel praten. Nou, ik denk, jongen, ben jij nuchtig. Aannemersbedrijf Pro-C gaat na dit project failliet. Als Opgelicht met de voormalige mededirecteur van Pro-C spreekt, blijkt dat hij er al voor het faillissement uit wilde stappen. Als reden geeft hij de slordige bedrijfsvoering en loze beloftes van zijn zakenpartner. Voordat Pro-C klapt, begint Giel aan een ambitieus project zonder zijn partner. In het centrum van de gemeente Sint-Anna-parochie wil hij een gloednieuw winkelcentrum ontwikkelen. Daarvoor moeten verschillende oude panden wijken, waaronder de lokaal bekende fietsenhandel van Frans Poorten. Mijn vader is hier begonnen, zo'n beetje vanaf 1950. Dus dat is al een hele poos. Ik vond het wel prettig dat Giel van der Werf, die jongen hier uit het dorp was. En, ik vond het wel een betrouwbaar iemand. Giel stapt naar de gemeente die haar goedkeuring over de plannen uitspreekt. Pro-C moet zelf voor de financiering zorgen. Ik denk dat je over een miljoenenproject spreekt. Want ik bedoel, eerst maar eens de bestaande zaken en winkels en bedrijven wegkopen. En dan uiteindelijk weer nieuw bouwen. Maar ja, goed, Giel van der Werf die vertelde dat hij in principe al heel veel winkelruimte verkocht had. Enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat klonk allemaal wel goed. In principe was het voorstel om dit pand van mij dus weg te doen. Het pand hierachter weg, van de buurman weg. En dan wou hij een heel groot complex hier neerzetten met winkels onder. En ik meen iets van 21 woningen erbovenop. Van der Werf beweert financierders te hebben. Hij wil alle winkeliers uitkopen. Maar dat duurt wel even.
allerlei smoesjes en dan praat je over weer het contractje ietsjes veranderen. Weer een dingetje aanbrengen, nou, noem het maar op, een beetje uitstellen. Nou ja, dat soort verhalen. Kijk, het is in 2007 is het begonnen eigenlijk. 2008 hebben we een koopcontract getekend en 2009 in april zou hij afnemen. Hè? Dan zou de koop dus rondwezen. Hij heeft dat natuurlijk ja, steeds al wat uitgesteld, maar uiteindelijk hadden we dan de datum april, dan zou hij afnemen. Mijn buurman hiernaast die heeft ook een koopcontract en dat was ook door hem getekend en dat was ook verkocht. De contracten zijn getekend. Frans en zijn vrouw die boven de winkel wonen, hebben al een nieuwe woning aangeschaft. Maar het geld van Procé komt maar niet. Het geld was er dus niet. En ja, er was dan op een bepaald moment iemand, nou ik geloof in het Verre Oosten, die moest dan de financiering meedoen. En die was even slecht bereikbaar enzovoort enzovoort. Hij heeft over de financiering uiteindelijk wel gelogen. Frans Poorten is niet de enige die in de praatjes van Giel trapt. Er zijn architectenbureaus mee bezig geweest. Er is hier uiteindelijk is hier nog eens een sloper door het pand geweest. Om te kijken van hoe sloopt het makkelijkst enzovoort enzovoort. Maar het zijn allemaal mensen, meestal wat kleinere ondernemers, die ja, daar wel serieus weer tijd in hebben gezet. En eventueel spullen en noem het allemaal maar op. En er wordt gewoon niet betaald. De lokale kranten staan er vol mee. Het hele project wordt afgeblazen. Frans Poorten heeft inmiddels 40.000 euro aan kosten gemaakt als de verkoop in elkaar stort. Ja, dan ben je kapot. He, dan heb je het niet meer. Dan is het gewoon huilen. Ik wist dat de buurman inderdaad ook een contract had. En later bleek dat daar uiteindelijk al 50.000 euro gestort moest zijn. Maar dat bleek dus ook niet gebeurd te zijn. Frans sleept hem voor de rechter en wint. Giels bedrijf Procé moet 80.000 euro aan Frans betalen. Maar ook dat geld komt nooit. Ik zie hem nu gewoon als een bedrieger. Een man die mensen gewoon oplicht. En mooi vrolijk in een dure auto rondrijdt. En een beetje gewichtig doet bij verschillende instanties. Maar uiteindelijk kost het alleen maar iedereen geld, behalve hemzelf schijnbaar. Procé gaat in 2009 failliet, maar het faillissement is tot op de dag van vandaag nog niet afgehandeld. Van der Werf laat zelden van zich horen bij de curator. Hij wordt beschuldigd van onbehoorlijk bestuur. Het bedrag dat de crediteuren opeisen, dat is inmiddels opgelopen tot boven de 3 miljoen euro. Aan tafel bij mij Anton Gemeraad. Ook jij hebt nog een bedrag te goed van deze Giel. Ja, dat ik heb een kader van een project en dat heet het Boomplan. Ja, ik heb een minimaal te goed van 18.000 euro... van het verhuren van een loods aan Giel van der Werf. Vanaf het begin heeft dat moeilijk gelopen. Steeds weer alles in het werk gesteld. Op een gegeven moment bij de curator Duitse rechtsbijstand neergelegd. Ja. Hij is veroordeeld. Toen kwam hij weer met een nieuw idee, ik wil die loods wel kopen. Hebben we een bepaald bedrag vastgesteld. De koop heeft hij niet nagekomen. Dus daar zit ook nog een claim van 12.500 euro. Dus met elkaar ongeveer 30.000 euro. 30.000 euro, die pineut. Ja. Ja. Dat is een enorm bedrag. Maar hij laat zich niet weerhouden. En intussen start Van der Werf in razend tempo nieuwe holdings en nieuwe BV's. Bouwplan, woonplan, keukenplan. Groenplan, plannen te over dus. Ook de gemeente Verwederadeel valt als een blok voor een van Giels plannen. Het gehucht Buurdaard ligt aan de Dokkumer Ee en heeft ongeveer 1000 inwoners. Het dorpje wordt aangedaan tijdens de Elfstedentocht, maar verder is er weinig te beleven voor toeristen. Ik heb me altijd al afgevraagd hoor. Waarom ga je 58 vakantiewoningen in Buurdaard bouwen? Gemeente Verwederadeel denkt daar anders over. Met Europese steun wordt er in Buurdaard een centrum gebouwd van 4000 vierkante meter met een tennisbaan en een binnenzwembad. Het gebouw kost 4,3 miljoen euro. Geld om een vakantiepark ernaast te ontwikkelen is er niet.
De gemeente schrijft een prijsvraag uit voor projectontwikkelaars. Er meldt zich één gegadigde die stelt dat de gemeente ook geld moet bijdragen. Maar dan komt Bouwplan BV van Giel van der Werf. Hij zegt zelf financiers te kunnen vinden. Het kost de gemeente geen cent. Daarom valt de keuze op Bouwplan BV. Het plan kan zichzelf financieren, mits je het geld gebruikt voor het plan. Maar als je het geld voor andere zaken gaat gebruiken, dan gaat het nooit goed. Nou, dat is hier gebeurd. Het vakantiepark Waterrijk wordt feestelijk gestart met het slaan van de eerste paal. Er moeten 54 vakantievilla's komen. Giels BV's woonplan en bouwplan nemen verschillende aannemers in de arm om de eerste 9 huizen neer te zetten. Maar binnen een paar weken beginnen de problemen al. Vanaf het begin, zeker qua financiën, heel stroperig. Wij hadden een contract voor 9 recreatiewoningen. We hebben in eerste instantie, er waren 5 verkocht, 4 niet. Maar hij zei, nee, dat ga ik betalen, dat kan ik betalen. En je kunt gewoon eerst 9 funderingen maken en die 4 die betaal ik. Maar dat betalen gaat maar mondjesmaat. Ik kon de heipalen van 9 woningen betalen. Maar toen we begonnen met fundering starten, nou, dat ging al heel stroperig. Op dat moment heb je je vloer al besteld. Nou, die hebben we er ook nog opgelegd. Nou, toen was het in feite einde. Terwijl ik sms'jes van hem heb, ik heb mailverkeer met hem. Dat hij gewoon zegt, ja, ik ga jou 10.000, ik ga jou 20.000 euro betalen. Nou, vanaf het begin heel moeilijk. Constructietekenaar Henk Kastelein heeft nog een rekening van een oud project van Giel openstaan als hij de opdracht voor Waterrijk aanneemt. Kijk, Giel is wel een praatjesmaker. En zo kwam hij weer binnen. Wil je wel voor ons werken? Ja, natuurlijk wel. Als je ons maar betaalt, dan maakt dat niet uit. En ik zei, en het oude, dat geld wat we nog moesten hebben van hem, hij zei, dat doe je er maar bij in. Mooi, dat is royaal. Meestal gebeurt dat niet. Maar ik zei, hoe ga je ons betalen? Nou, hij zei, de pot met geld die wordt beheerd door advocaten en notariskantoor. Dus ik denk, dat komt goed. Maar naïviteit van onze kant natuurlijk, van Giel moet eerst toch wel de factuur onderschrijven, handtekening plaatsen en opdracht geven om te betalen. Heeft hij dat ooit gedaan? Nee. Dus ook geen geld. Kastelein schakelt een deurwaarder in en dan komt er een klein bedrag binnen. Dus ik heb iets van 800 euro in totaal gekregen. Dus de rest nog een schuld van 10.000 euro ongeveer. Ja. De volgende fases van de bouw verlopen nog trager. En dat frustreert kopers van de huizen. Zij zijn geen recreanten. Het zijn aannemers die een vakantiehuisje kochten in de hoop er een lucratieve opdracht van Giel voor binnen te krijgen. Dat overkomt ook stucadoor Henk Bos en meubelhandelaar Willem Straat. Vlaat nieuw voor mij dat ik 54 woningen zou krijgen om dus te stucadoren af te bouwen. Totaal praat je dan over een 2,5, 3 ton werk. Ja, en wij met Kiepro verhuurden wij meubels. Het was natuurlijk heel interessant om door mee te doen met één woning in één keer 54 woningen te mogen inrichten. En nou, op die manier zijn wij ingestapt, zeg maar. Henk en Willem slaan de handen in één en besluiten samen te investeren. Een villa zou zo'n 225.000 euro gaan kosten. Het plan hè, wat hij presenteerde, ook met name omdat ook de gemeente erachter staat, denk je van nou, het zal toch wel body hebben. Dat wekte wel vertrouwen. Henk en Willem storten in verschillende termijnen geld op de rekening van Bouwplan BV. 6.000 betaalde een Bouwplan 10. Ik denk dat wij totaal ongeveer 120 betaald hebben. Ja, dat klopt wel. Maar voordat er ook maar één steen gemetseld is, stokt de bouw compleet. Siep Klaas Bijland moet nog 25.000 euro krijgen van Bouwplan BV. Hij weigert door te bouwen. Als wij geen geld krijgen, dan willen wij ook niet verder. Dus op een gegeven moment wou Giel graag de houtskeletbouw opzetten, wat inhield dat daar een steiger omheen moest. Nou, wij, en die steiger zat in ons pakket. En wij hebben op een gegeven moment bewust gezegd, wij zetten geen steigers neer, want jij moet ons eerst betalen. Nou, dan zoekt hij gewoon een nieuw slachtoffer. En de slachtoffer die laat die steigers bouwen, maar gaat ze niet betalen. Zo gezegd, zo gedaan. De steigers en de houten skeletten voor de huizen worden door anderen geplaatst. Maar ook die krijgen een betalingsconflict met Giel. Een aannemer die nog meer dan 63.000 euro te goed heeft, komt de woningen afbreken. Dus ik ben toevallig die ochtend met mijn vader ben ik hier. Stond op de hoek, stond een grote kraanmachine. Dus ik hing bel, ik zei, nou, ik sta hier in bedaard, ziet er allemaal vreemd uit. Nou zegt hij, ik kom er ook wel aan. En vervolgens, we waren even aan het lunchen, stond hier een grote kraan bij het pand, zou ze de hele woning eraf trekken, omdat iedereen beweerde dat wij niet betaald hadden. Ja, toen ze verder onderzoek deden, bleek dat wij gewoon keurig aan onze... Wij hebben keurig aan Giel betaald. Maar Giel
had niet betaald aan de houtstedbouwer, zeg maar. Dus die was boos op ons, terwijl wij gewoon... Dus daar is wel geld verdwenen, want dat kan niet anders. Woonplan BV heeft inmiddels haar naam verwisseld in Waterrijk BV. Die moet de infrastructuur voor de huizen verzorgen. Eind 2015 gaat het met meer dan 6 ton failliet. Er is dan nog geen greppel gegraven voor de elektraleidingen en rioolbuizen. Giel heeft wel het infrageld op zijn rekening gekregen. En dat infrageld heeft hij natuurlijk nooit gebruikt om hier infra aan te leggen. Dat is gewoon niet gebeurd. Dus dat geld heeft hij op zijn rekening. En dat is in mijn ogen ook een schadepost voor de gemeente. De gemeente roept Giel en de aannemers meerdere malen bij elkaar om financiële duidelijkheid te krijgen. Want de investeerders waar Van der Werf in het begin over sprak, blijken nooit in het project te zijn gestapt. Ook een nieuwe investeerder die door Giel naar voren geschoven wordt, geeft niet thuis. Keer op keer vraagt de gemeente om opheldering, maar die krijgen ze niet. Denk je van, hoe hadden ze met hem in zee kunnen gaan? Wat is hun onderzoek dan geweest? Uit deze mail van zo'n gemeentelijk overleg blijkt dat de gemoederen hoog oplopen. De burgemeester stond op het punt om aangifte van verduistering tegen Giel te doen. De vergaderingen gaan maar door, maar de bouw ligt stil. Bouwplan, de BV die de huizen moest neerzetten, gaat in juni van dit jaar failliet met een dikke ton aan schuld. Uit berekeningen die de aannemers maken, vermoeden ze dat er minstens 165.000 euro naar andere BV's van Giel gesluist moet zijn. Vanuit die BV die je leeg wilt hebben, betaal je een andere BV. En ja, dan ontstaat een lege BV of ontstaat een BV met schuld. En die laat je kapot gaan. Terwijl het geld gewoon in een andere BV zit. Nou, dat zijn we niet verwerken. Het is een hele kerstboom van BV'tjes. Er gaan altijd maar een paar BV-stukken kapot. En net BV's waar de actie in is en andere BV's zijn er nog gewoon. In mijn ogen is dat onbehoorlijk bestuur. Van wat ooit een bloeiend villapark van 54 woningen moest worden, is niets terechtgekomen. Er staan slechts 3 huizen in een modderpoel. Henk en Willem zitten nu al bijna 2 jaar met een lekkende, onafgemaakte woning. We hebben meer betaald dan wat hier nu staat. Ik denk dat ik op dit moment iets van 50.000 euro erin heb gestoken. Ja, en voor mij geldt dat inclusief de planvorming, zeg maar. Hè, dat de ideeën die we gemaakt hebben, zal het ongeveer 80.000 euro zijn. En dan moeten jullie nog steeds doorgaan met geld erbij leggen? Dat is inmiddels ook al gebeurd. We hebben alweer een nieuwe aannemer, die bouwt het nu af. Dus daar is ook alweer geld aan betaald. Dus als je dat meerekent, zijn we al meer kwijt. Ook de andere eigenaren bouwen op dit moment op eigen kosten de huizen af. En de gemeente legt nu uit eigen zak de infrastructuur aan. Ja, fors bedrag. Verschillende ondernemers berekenen dus dat er minstens 165.000 euro weggesluist is. Tijd om Giels verhaal te horen. Van der Werf zoeft zelf contact met ons. Even het gezond geleefd. Ja, goeiedag, Giel van der Werf. Is het al een Maar veel wil hij niet zeggen. Ik ga even reageren via de mail. Oh nee, dat doen we volgende keer via de mail. Nou, ik mail hem zo meteen even. U krijgt via de mail van mij een antwoord. In zijn mails beweert hij nooit een in gebrekenstelling van boze relaties te hebben ontvangen. Maar in ons dossier vinden we 16 in gebrekenstellingen en ook gerechtelijke uitspraken ten nadele van Giel. Bovendien wil hij alleen met ons spreken als alle gedupeerden plus de gemeenteraad van Verwerderadiel daarbij aanwezig zijn. Ik begrijp natuurlijk wel dat wij niet de hele gemeenteraad kunnen uitnodigen voor een interview met u. Maar ik vind in het belang van deze zaken vind ik het een must dat daar gewoon met alle partijen gezamenlijk gesproken wordt. Maar ik laat het zo doen, ik reageer sowieso even via de mail. Hij komt zelfs kijken als we een interview op zijn oude bouwplek opnemen, maar gaat er weer als een haas vandoor. En volgens mij komt hij er zelf aan. Giel? Ja. Waar is hij dan? Nee, ik kwam eraan, hij rijdt weer weg. Dit is hem ter voet uit. Gewoon een plaat voor zijn kap. Na wekenlang mailen en bellen reizen we af naar Sint-Anna-parochie, waar Giel zijn boodschappen haalt. Giel van der Werf, hi. Ik ben van Opgelicht. Wij proberen al heel lang met u te spreken en dat willen we nu eens even doen. Want er is nu 3 miljoen in Proceebouw en al 8,5 ton... Meneer Van der Werf, waarom valt u mijn ploeg aan? Doe even rustig. Ja, ik wil gewoon in houden zitten. Mag ik even met u spreken in plaats van dat u zo agressief doet? Dat wil ik maar niet hier. We hebben al een maand proberen met u af te spreken en u doet dat steeds niet. 8,5 ton staat de teller nu op bij Waterrijk. Meneer, hoe kan dat?
Ik heb hier godverdorie gewoon op gemaild. Ik heb continu gereageerd. En daar wil ik graag een reactie. Ik heb 16 mensen die zeggen, we zijn met u naar de rechtbank gestapt. Nou, nee dus. U bent veroordeeld of we hebben u een aanmaning gestuurd. U betaalt nooit. Er zijn aannemers van dat hele gedeelte die zeggen dat er minstens 165.000 euro naar uw eigen rekeningen moet zijn worden doorgesluist. Wat zegt u daarop? Waarom wilt u niet met ons spreken? Als u alles zo keurig doet, dan kunt u dat toch aan ons uitleggen? Dat is wat u steeds belooft. Meneer Van der Werf, als u een keurige aannemer bent, kunt u ons ook keurig te woord staan. Ja, en daar gaat hij, Anton Gemeraad. Is er nog enige kans dat er iets van die 30.000 euro terug gaat komen? Nee, ik denk het niet. Dit is een, dit kun je gewoon afboeken. Maar wat het ergste eigenlijk is, gewoon dat de overheid hier gewoon niks aan doet en het gewoon laat lopen. Ja. En dat daardoor hele mooie, leuke bedrijfjes mee naar de knoppen gaan. Ja. Waarvan akte. Ja. Hartelijk dank. En dit was Opgelicht voor vanavond. We gaan door op onze Facebookpagina. Daar hebben we een livestream met Martijn van der Beek van Hofman Bedrijfsrecherche. Hij gaat daar nu naartoe. Heb je vragen over fraude op de werkvloer of over andere oplichtingszaken? Ga dan nu naar de Facebookpagina. En natuurlijk vind je ook een link op opgelicht.nl. Voor nu een heel mooie avond gewenst en graag tot volgende week. Thuis bij AVROTROS.